achter mij zien jullie al een hoop vuurwerkproducten staan. En heel veel van deze producten gaan jullie allemaal terugzien in de compilatie. Want we hebben in de laatste video hebben we een leuke bestelling kunnen doen bij Vuurwerkbunker. Toen hebben we ook een kortingscode aan jullie gegeven, zodat jullie de vol gas met 5 euro korting konden bestellen. En in deze video gaan we weer met kortingscodes komen. Dus we schakelen zo meteen even over naar het beeld. Want we gaan denk ik voor ongeveer 2000 euro bijbestellen. En mocht je de video van de vorige keer nog niet hebben gezien, check die eerst eventjes. Dan zien jullie namelijk al onze eerder bestelde artikelen. Sinterklaas is nu voorbij. We gaan nu echt richting de kerst en oud en nieuw. En voor je het weet staan de rijen hier weer vol en kunnen we het gaan ophalen. We schakelen nu over naar het beeld en dan komen we gelijk met de eerste kortingscode voor jullie. Nou, we zijn vorige keer zijn we gebleven bij de Maximizer. En die zie je ook als het goed is hier in de winkelwagen. De Maximizer. Ja, dat is niet de laatste, maar de Maximizer was de laatste op de lijst. Ik heb de lijst ook aangevuld inmiddels. Allereerst heb ik vorige keer verteld natuurlijk jongens dat we een actie hebben. Met de code PTDGAS konden jullie de volgas krijgen. Niet voor 19,95, maar voor 14,95. Die code die geldt nog steeds. Dus mocht je bij deze PTDGAS in je winkelwagen intypen, dan krijg je deze cake voor 14,95. En nu hebben we dus weer een actie. En dat is de Sonic. Die laat ik allereerst even zien. Omdat dat dus een actie is die we jullie kunnen aanbieden. Dus dikke shout-out naar Vuurwerkbunker. Deze zijn 14,95 voor 36 stuks. En met de code PTDSonic krijgen jullie 2 pakjes voor 20 euro. Oftewel 72 van deze dingen krijgen jullie dan voor 20 euro. En heel eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk een fan van de nieuwe Tunnekings. Deze heeft geen knal, maar je gaat nu zien in de video dat het wel hele aantrekkelijke dingen zijn. Kijk, het is leuk stookwaar om gewoon op de avond gewoon te gaan stoken. Of mocht je al eerder beginnen, eigenlijk zou ik er het liefst een knal bij hebben. Maar omdat het een uniek product is, heb ik gezegd van jongens, kunnen jullie een actie bedenken? En toen hebben ze dus gezegd met de kortingscode PTDSonic krijgen de kijkers van PTD 2 pakjes voor 20 euro. Dus dat is weer 10 euro korting. Verder wat ik wil vermelden jongens, op 27 december gaan wij weer live. Dat gaan we ook doen op 28 en op 29 december op YouTube. De livestream van 27 december gaat de livestream worden voordat de verkoopdagen beginnen. En we hebben dit keer misschien wel de ziekste livestream die we ooit gaan doen. En dat komt omdat we echt heel veel gaan weggeven. Ieder kwartier ongeveer willen we iets gaan weggeven door middel van een prijsvraag of een andere opdracht. En ook Vuurwerkbunker doet naar alle waarschijnlijkheid mee. Dus we gaan pakketten en los vuurwerk gewoon weggeven. Want de eerstvolgende op de lijst, dat was de Eastern Knights. Dit is dus een cake van 29,95. Ik heb in de eerdere video ook al gezegd, je hoeft niet de duurste cakes te hebben. Want eigenlijk die grote compounds hebben allemaal van dit soort kleine cakes ook ja, erin zitten. Dus dan kan je net zo goed ook gewoon de betere producten erbij halen. Die gaan we gelijk even in de winkelwagen zetten. En wil ik jullie ook even laten zien op de video. Kijk, jullie zien het al. Mooie effecten. En ook hele mooie kleuren. Dus die staat zeker op de lijst. 29,95. En als je heel eerlijk bent, is dit echt een cake, een budget cake die iedereen er wel bij kan hebben. En dan komen we nu in de lijn van de Bunker zelf. En als je dan kijkt naar Bunker Beam, die hebben we op de lijst staan. We hebben vorig jaar volgens mij bijna alles gehad van Bunker. Maar Bunker Beam staat zeker op de lijst. Ik ga gelijk even de video afspelen. Dit is een special, 59 euro. Die gaat in de winkelwagen. En dan gaan jullie zien waarom ik hem haal. Die was vorig jaar er trouwens ook al. 100 shot jongens. En die spaart gewoon heel mooi in die burst. Hele mooie cake als je het mij vraagt. Het is natuurlijk ook een samenwerking tussen Vuurwerkbunker en Evolution. Jullie zagen het net eigenlijk al in beeld. Maar deze staat zeker op de lijst. Ik zag ook een reactie vorige keer voorbij komen van iemand die zei van die productvideo's. Die zijn altijd veel zieker op beeld dan in het echt. Dat kan. Sommige winkels die
steken wel eens meerdere van die cakes af, waardoor het spektakel groter lijkt. Dus je moet altijd wel een beetje rekening houden met die voorbeeldvideo's of die productvideo's. Dat, ja, hoe zou het bij jou in de straat zijn, weet je wel. De volgende op de lijst, dat is de Bunker Booster. 89 euro. Even kijken, lukt dat ook zo? Jazeker. Dus ook de Bunker serie weer. Dus een beetje zo'n wijde cake. Maar deze ook echt ziek. Mooie effecten, heel fel. Echt een top cake. Kijk wat mooi aan het einde. Kijk, hier zit zelfs de salut bij. En dat zie je niet bij alle cakes. En dat zie je niet bij alle cakes. Dus daarom hebben we hem daar ook op de lijst staan. De Bunker Booster, dat was hem toch? Ja, dus dan hebben we in totaal hebben we dus nu de Bunker Beam. De Bunker Booster. Ja, vorig jaar hadden we de Beats. Maar die hoeft dus nu niet per se. Die is ook aan de iets duurdere kant. Dus, nou, weet je wat? We kunnen hem wel gewoon erbij doen. Ik heb hem wel als schets staan op de lijst namelijk. Even kijken of we hem gaan doen. 100 shots. In één keer aansteken. Dan begin ik wel te twijfelen hoor, ik zeg je heel eerlijk. Die felle lichten. Kleuren. Dit is wel echt ziek hoor. Heel eerlijk gezegd. Ik vind die staart ook aan het einde. Weet je wat? Die pleuren er gewoon bij. De volgende die ik eigenlijk ook op de schets had staan om te bestellen. Maar eigenlijk dacht ik van weet je wat, we doen maar twee keer een cake van de Bunker Specials. Maar is de Bunker Blaster. En daar zit ik ook even over te twijfelen. Ook omdat die 159 euro is. Ga ik even kijken naar de video. Is die de moeite waard? Deze is iets van verder afgestoken en met een verticale camera. Ah, hij is wel gruwelijk. Nou, ik zeg je heel eerlijk dat ik echt gek zou zijn als ik deze niet zou nemen. Dus weet je wat, die doen we er ook gewoon bij. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat heeft Jordi vorige keer in de video ook al heel goed gezegd jongens. Je hoeft niet het allerduurste vuurwerk te hebben om heel mooi vuurwerk te hebben. Je kan ook met die kleinere cakes kan je echt een heel ziek oud en nieuw vieren. De volgende op de lijst is de Tiger Trail. Ook weer een duurdere compound. Die is 229 euro. Speel ik gelijk even af. Van Oriental Fireworks. Ik vind het echt een hele mooie compound. Vooral omdat die zo begint. Harde burst. Eigenlijk is het wel echt een hele mooie om de show te stelen in de straat. Kijk dit man. En dit gaat dus zo anderhalve minuut door. En ik weet dat de finale dit is. Ziek. Die staat zeker op de lijst. Dus dat is denk ik een van onze toppers die we hebben in Nederland. Dan gaan we nu even naar de Noisy jongens. Ik heb heel veel reacties gezien van mensen die zeiden van de Noisy moet je echt halen. Nou weet ik dat zelf persoonlijk ook wel. Want ongeveer 2 jaar geleden denk ik, 3 jaar geleden heb ik deze gehad. En ook de Mega Willows. En die waren echt gruwelijk. Ik denk dat dat een van de betere cakes was die wij ooit gehad hebben in de compilatie. Vooral omdat hij heel wijd schiet. Dus als jij zo'n compound in een hele smalle straat zet, dan dat is wel echt gevaarlijk. Dus mochten jullie deze ook op de lijst hebben staan, zet hem goed neer in een wijde omgeving. Zodat er ja, niet ineens een til bij iemand in het zolderraampje schiet. Maar ik ga jullie nu even laten zien waarom. En ik ga ook even vertellen, alvast, wij gaan er 2 nemen. En je hebt dus ook de 2019 versie. En dit is volgens mij de 2021 versie. En ik ga proberen, omdat ik ook natuurlijk wel contact heb met Vuurwerkbunker, om die 2019 versie te krijgen.
eentje. En dan één van deze om voor jullie in de compilatie te laten zien wat het verschil is. Maar goed, deze 2021 versie is ook echt minstens even goed. Dus dat ga ik jullie nu laten zien. Eén van de betere cakes, jongens. Echt waar, geloof me. Heel harde crackling. Check hoe wijd het ook gaat. Hou op zeg. Kijk, deze hadden we dus 2 jaar geleden ook. En toen was ik echt verbaasd over de effecten. En ik had niet eens zo'n voorstelling dat hij er zo uit zou komen te zien in het echt. Ik dacht van, weet je, het is gewoon een waaier, dat is prima. Maar hoe die er in het echt uitkwam, was echt gruwelijk. Gaan we even naar de volgende. En dat is uiteraard... We hadden die 2 jaar geleden ook dus, de Mega Willow, zoals ik al zei. En hier staat hij nog wel als 2019 versie. Dus die gaan we ook gelijk in een mand zetten. En dan heb je hier de nieuwe versie, dus volgens mij 2021. Die is dan 10 euro goedkoper. Maar ik zou altijd voor deze gaan. Dus deze staat op de lijst. Gaat er gelijk in voordat iemand anders hem pakt. En jullie gaan nu zien dat het eigenlijk een soort broertje is van de Noisy. Dus deze staat hoog op de lijst. Ik weet ook dat heel veel mensen in de reacties vorige video hadden geschreven van deze moet je halen. Samen met de Noisy. Check. Ook echt heel gruwelijk deze man. Mooie tils. Kijk, ik zei het al, deze staat zeker op de lijst en die gaan we zeker ook halen. Dus in de vorige video hebben we wat kleinere cakes behandeld, maar nu alle grotere compounds erbij. Ik moet alleen even kijken of de prijs niet te hoog wordt. Want waar zitten we nu op? We zitten nu op kleine 3000 euro, dus er kan nog zeker wel wat bij. De volgende is de Navajo Nights. Dat is een assortimentpakket, 6 stuks, 25 shots per cake. En eigenlijk wil ik deze... als topper in de livestream weggeven aan jullie. Want hoe ziek zou het zijn als ik dit assortiment één keer zou kunnen weggeven aan jullie als een soort van hoofdprijs. En dat hoop ik echt, want ik laat nu even de video zien. Het is gewoon een mooi pakket en daar kan je echt mee thuiskomen als je een wat kleiner budget hebt waarbij je dus alleen maar dit koopt bijvoorbeeld. Ja, dat zijn gewoon mooie cakes. En daar hoef je je niet voor te schamen als je deze stookt in 12 uur. Doe me een beetje denken aan die familiepakketten die je vroeger had, weet je wel? Nou, hier laten ze dus alle cakes zien. Veel crackling ook. Ik was vroeger ook heel erg een fan van de... hoe heet het ook alweer? De Maché-serie in België. Voor de mensen die al langer naar België gaan. De volgende is de Gotcha. Had ik ook als tip gekregen van iemand in de vorige video. En toen dacht ik van, weet je wat, die gaat erbij. Check. Van Excite Fireworks. Kijk die blauwe kleuren ook, hè. Even naar de finale. Check dit. Veel cracklin. Harde burst. Dus die staat zeker op de lijst. Ik weet niet wie hem stuurde, maar iemand stuurde deze als tip. Dus thanks voor die tip. De volgende is de Fire Cyclone. €94,50. En voor de mensen die nu kijken en nog geen vuurwerk hebben besteld. Er zijn dus 2 kortingscodes die jullie kunnen toepassen op vuurwerkbunker.nl. Maar daarnaast zou ik altijd een bestelling doen bij jouw favoriete vuurwerkwinkel in de voorverkoop. En de meeste winkels, daar is het mogelijk bij om een voorverkoopbestelling te doen voor 24 december. Omdat je dan 1 zeker bent van je producten. En ten tweede is het goedkoper en flink ook. Want kijk maar naar dit verschil. Want volgens mij staat hier €109,50. Nou, in de voorverkoop is die gewoon, even kijken, wat is het, 15 euro goedkoper.
Dus het is altijd slim om een voorbestelling te doen in de voorverkoop. Mooi groot blok. Net weer wat anders dan de hele lijst. Jullie hebben het net kunnen zien. En juist omdat hij weer wat anders is en afwijkt, deden we hem erbij. Kijk, hier komt zelfs weier-effecten bij. Mooie felle burst. En hard. En daar ben ik echt fan van. Dus dan gaan we nu naar de volgende. Dat is de Wicked Sphinx. En ook al is die bijna als laatste in de lijst, want we gaan zo meteen even die winkelwagen checken. Of ik niet over de, ja wat is het, als ik echt boven de 3800 of zo kom, dan ga ik wel echt kritisch naar die winkelwagen kijken. Maar de Wicked Sphinx is 133 shots compound met een spetterende finale. Nou, dan gaan we die zeker even checken, die finale. Ook weer anders, zien jullie. Zo, weer een kleine schrik. Super kleuren hier nog, man. Kijk, en hier is die finale. Zo. Die finale die mag er zeker zijn. Dus die staat ook op de lijst. €169. En dan gaan we even kijken naar de winkelwagen. Of we niet op een heel lijp bedrag komen. €3459. Dan zit ik eigenlijk te twijfelen of we nog misschien die bunker erbij moeten doen. Of had ik die net aangevinkt of niet? Want dan komen we ongeveer op €3700 uit. Weet je wat? Omdat we nu ook die video aan het maken zijn, zet ik hem gewoon in de winkelwagen. En gaan we die gewoon bestellen. €219 wel, maar dit was mijn twijfel eigenlijk, omdat die wel op de schets stond. Ik heb hem al op de lijst gezet dus. Ja, hij gaat gewoon op de lijst en hij gaat mee. Want dan komen we op. Uiteindelijk komen we dan uit denk ik op 3800 of zo. Oh nee, dat valt wel mee. Oké, dan blijft het hierbij. En dan zien jullie nu dus de hele collectie wat we in Nederland hebben. En er zijn natuurlijk ook nog andere winkels, maar wij houden het hierbij omdat we ook gewoon op de kilo's willen letten. En we halen het liefst alles bij één winkel. Dus dit is de collectie die we in Nederland hebben, jongens. Ja, echt ziek man. We gaan even heel snel doorheen. Dan heb je de Hyperstorm, de vol gas. En dan moeten we eigenlijk de code van PTD nog toepassen. PTD gas. Dit is dus weer de video, jongens. Ik hoop dat jullie tevreden gaan zijn met de compilatie. Want we hebben natuurlijk ook nog ander vuurwerk. We komen met meerdere mensen. Gaan we natuurlijk afsteken. Dus er zijn ook mensen met andere blokken van Funke en weet ik veel wat. Maar wij specifiek houden het hierbij van vuurwerkbunker.nl. Thanks voor het kijken naar deze video, jongens. We gaan natuurlijk ook nog naar Duitsland. En dat komt er nog allemaal aan. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.